Jullie weten wat te doen. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En mijn moeder is hier ook, die probeert de intro mee te doen. Doe eens de intro alleen, mama, één keer. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Dit is Michiel, dit is Celine en ik ben Barbara. Mama moet echt haar show krijgen, toch? Voilà. We gaan beginnen. Wat gaan we doen vandaag? Zeg het maar. We gaan de 100 lagen challenge doen met voedsel. Maar mama moet echt zo een programma presenteren. Zo. Nu gaan we dit doen en je kan enorme prijzen winnen. De prijzen. Anyways, vandaag gaan we dus de 100 lagen voedsel challenge doen. Ben jij er klaar voor? Zeker. Ben jij er klaar voor? Absoluut. Ik ben er klaar voor. Hopelijk zijn jullie er klaar voor. Maar voor we eraan beginnen, gaan we eerst eens naar buiten. Want mijn mama heeft iets meegenomen voor ons. Ja. Een XXL mega ballon en die zou 3 meter lang worden. Oh, wauw. De laatste keer dat wij een ballon uitgetest hebben die 3 meter lang zou worden of 3 meter breed, dan is dit gebeurd. De laatste keer dat we dit geprobeerd hebben, is het niet zo goed afgelopen. Nee. Deed ook binnen. Nu zijn we al iets slimmer geworden, gaan we het buiten doen. Ja. Dit is de ballon. Wauw, mooi. Een groot verschil met de vorige, want de vorige was rond. En dit is duidelijk niet rond. Nee. Klaar? Yes. Let's go. Oh. Oh. Oh ja. Ja, nu een beetje bijblazen. Nu kan je bijblazen, ja. Ja, het is goed, hè. Het is niet super handig, maar ik denk wel dat het gaat. Zou je hoog vliegen? Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij ook 3 meter is. Ja, amai, dat is raar. Oké, doe maar. Oké, 3, 2, 1. Wow. Oh, 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 oh. Net gered. Of de buren hadden een nieuwe ballon. Weet je waar die ballon ook goed voor is? Ja, leuk. Om op mama haar hoofd te zetten. Dat is wel grappig zoals Ruud. Nana, je kan het toch niet pakken. Trampolinepark in de tuin. Ja. Wauw. Ja! Zijn weg. Oh, oh. Lager! 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 Oh. Hey, ik moet wel zeggen dat je outfit on point is. Ja, toch? Ja, moet echt jouw mooi. Outfit eens filmen? Nee hoor. Jawel, jawel. Wat heb jij een mooie outfit. De slippers for life. Boe, we zijn terug en nu is het tijd voor de 100 lagen voedsel challenge. De eerste ronde is met Oreo's. De ballon die werkte wel, mama, toch? Ja, een beetje. Was plezant, hè? Ik vond het ook wel leuk. Dus, mama, weet je hoe dit werkt? Ja. Omdat je de vorige video's gezien hebt. Ja. Maar niet iedereen heeft de vorige video's gezien natuurlijk. Dus we gaan het nog even kort uitleggen. Hier is een bak met honderden papiertjes in. En op elk papiertje staat een getal. Het getal dat je trekt. Zoveel lagen in deze ronde Oreo moet je stapelen. Yes. Trek maar een kaartje. Oh. Oh, dat was snel. Mama, jij ook? Jij ook? Ik ook. Oh, dat meen je niet. Celine die start met 1. Oh. Mama, dat is omgekeerd. Oh. 10. Oh, makkelijke ronde om te beginnen. 10, inderdaad. We waren dus heel goed voorbereid, maar die hebben we allemaal niet nodig. Met 1 pakken. Aha, gaat goed. Pas wel bij jou. Dat is een 1 pakken. Mama is echt een voedselchallenge in het blauw aan het doen, denk ik. Ja, ja, ja. Maar ik lust graag voor jou, dus ik pak ze mee. Allemaal voor jou, mama. Zie, eet smakelijk. En elke keer dat je jouw ronde kan voltooien, krijg je een punt. Oké, Celine had 1. Dat is dus gelukt. Proficiat, 1 punt voor Celine. En mama die heeft 10. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dit gaat makkelijk. 9, 10. Yes. Oh. Easy, easy. Je hebt er denk ik al meer opgegeten dan dat je er gestapeld hebt, mama. Hoeveel heb je er al opgegeten vandaag? Nu, dat is mijn derde. Oké, je hebt er 10 gestapeld. Hoeveel heb jij er al gegeten? 0. Oh, oké. 1 punt voor Celine, 1 punt voor mama. Allebei goed gedaan. Volgende ronde, let's go. Tijd voor de tweede ronde. Ja. Nu ga ik ook punten scoren natuurlijk. Gaan we direct onze ding nemen? Ja, ja, ja. Oké. Hoeveel? Wat denk je? 100? Wow. 100.
150. 150? Oh, aan de toekomst. Ja, ik denk het wel. Ja, er liggen er wel heel veel. Okay. Dit zijn dus rijstwafels. Ja. Hebben jullie het al in beeld gebracht? Ja. Oké. Dus ik ga voor 100, jij gaat voor 50. Ik ga voor 50. En ik wens je veel succes. Elkaar storen, niet saboteren, anders word je gedisqualificeerd. Oei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zijn dit er al. Je bent al goed bezig. Ja, ik denk wel dat 100 moet lukken, want dit wordt ook niet zo wankel zoals die Fidget Toys. Maar maar één toren, hè. Ja, maar ik leg ze eerst per 10. Oh, dat is wel slim. Wow. Met slimmer dan je eruit ziet. Ik eet echt per dag minstens 10 rijstwafels. Zo? Ja, echt zwaar. Dus als er 100 zijn, op 10 dagen zijn die allemaal op. Zo is dat lekker, hè. Oh. Ik ga wel even kijken naar mama. Piece of cake, zijn daar 50? My dear. 50. Wauw. Die is wel een beetje zo aan het gaan. Ja, maar dat is de toren van pizza. Ja, maar ik moet nog eens 50 daarop dan. Ah, oh, dat is een dubbele. Oh, mag ik verder doen met jouw toren? Nee. Bruh. Oh. Dacht nu wel. Of ja, oké. Okay, ja. Ah, oké. Okay. Omdat ik uw zoon ben. Dan zijn dit er 60. Ja. Oh, die begint echt wel. Ja. 60. Staat hij nog recht? Een beetje naar daar. En als het er wind is, zou hij dan nog... Nee! Gek. Nog een lading van 10 rijstwafels. 70. Mama! Ja. Kijk. Niet doen, hè. Nu gaan we voor de 80. Oh, okay. Nog een vol. Nee. Het wordt net wel of net niet. Oh. Ik niet zo. 80. Oh. Oei. Dit is 80. Echt hoog. Ah, misschien blijft hij dat staan. Oh, 80. Oh. Oh. Dit is 90. Mama, wil jij de laatste 10 maken? Ja. 2, 4, 6. Kijk naar hier. Dan krijg ik toch 2 punten voor deze ronde. Ja, misschien wel. Ik moest er wel op zetten. Nee, toch niet. Geen 2 punten. Nee? Want je hebt de 50 eigenlijk niet zelf gemaakt. Ah, wel de moeilijkste 50. Oké, dit zijn er 100. 100? Oké. 100. Laat maar los. Ja. Ik denk dat hij gaat vallen met een beetje meer. Oh. Die laatste. Ja, zoiets. Nee, die gaat nooit blijven staan. We got a winner. Ja. Oh! 100! Oh ja, die stond wel. Ja. Even. Damn. Oké, alles terug in de koekendoos. Zeker. En nu kan ik eindelijk wafels beginnen eten op de overwinning, hè? Ja, proficiat. En voor we beginnen met ronde 3, heeft mama nog een cadeautje voor ons meegebracht. Ja. Wow. Omdat ik wel graag snoep eet. Soms. Ja, hè? Vaak, iets te vaak soms. Altijd. We gaan het ook niet te lang in beeld laten, want we hebben een vraag voor jullie. Celine. Oh. Ik zie Celine zo achter de kamer. Gezondheid. Dankjewel. Je moest dus niet zo naar de camera. Zoals dat hij een toren heeft. Maar wij hebben dus een vraag voor jullie. Reageer onder deze video hoeveel snoepen aan deze snoepsaté hangen. Mm. En het juiste antwoord, die krijgt een shout-out in onze volgende video. Mm. Oké, leuk. Wat denk jij? Heel snel. Het is al heel lang in beeld. Ja. 30? 44. 44, ik zeg 50. Oké. Ah, maar hoeveel hangen er aan? Laat het weten in de reacties. Veel succes. Okay. Tijd voor de volgende ronde. Bubblegum. En nog een vraag voor de mensen die aan het kijken zijn. Wat zeggen wij hier tegen mama? Chicken. Chicken. Hoe het schrijven, ik weet het niet. Maar ik zeg dat al heel mijn leven. Chique. Ik denk dat de normale benaming is kauwgom. Ja. Maar in Nederland is het nog iets anders, hè? Gum of zo. Dus hoe noemen jullie dit? Iets om op te kauwen. Ja. Kauwgom, sowieso. Laat het weten in de reacties. Ja. Ik ben wel benieuwd naar de verschillende benamingen. Oh. 10. 10, oké. 50. 10 en 50. Oké. Nee, vroeger kon je dat wel, mama. Nee, maar zeg je goeie. Je wordt oud, hè. Zeg je goeie chicken. Ah, zeg je goeie chicken, oké. Of je chicken zijn te oud. Ah, dat kan ook. Okay. Begin er maar aan. Huppa. Ja, mama, 10 is wel makkelijk, hè. 5, 6, 7, 8. Dat is niet zo simpel. Is het niet super simpel? Nee. Oh, ze bewegen. Hoeveel heb jij er al? 10. Je hebt er al 10? Ja. Mama, Serine heeft er 9. Al 10. Ja, maar wacht. Ik kom eraan. Oké. 10. Ja, goed zo. 10 chique dozen op elkaar. 10 chicken.
koolhomdozen. Oh, no. Céline is zo aan het lachen van, dit lukt mij nooit. Nee, oké, okay, mama, spreken we af. Als Céline 20 haalt, krijgt ze het punt. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Was het niet gelukt, mama? Goed dat ze blijven staan, hè. Ja, je mag ze wel vasthouden, hè. Oh! Je mag ze vasthouden, hè. Maar ja, ze moeten ze toch even blijven staan. Ja, dat is waar. Maar het is wel gelukt. Lukt het? Gaan we hiermee stoppen of blijven jullie voortdoen? Tijd voor de laatste ronde. En dit wordt de allesbeslissende ronde. Oh. Want wie deze ronde wint, wint de challenge. Oh. We vergeten de punten. Wow. Dit is de Peppermint Challenge. Of Peppermint Challenge, wat zeg je? Peppermint. Peppermint, en jij? Ik zeg gewoon een muntje. Gaan we een papiertje nemen? Ja. Oké. Okay. Oh, dat was snel. Ja. Maar, wat? Oh, ik win. Oh. Wat heb je? 1,50 en 100. Let's go. Ja, nee, maar... Klaar! Proficiat. Dank u. Wauw. En jij hebt 50. 50. En ik 100. 100. Oei, kijk, zit hier zo'n groot in. Oh, damn. Oké, ze zijn niet allemaal dezelfde maat. Sommige zijn echt schuin. Oei. Ik ben klaar, dus ik kan jullie filmen. Oh, zo stiekem kijken dat jij het doet. Ik ben super geconcentreerd. Ja, ja. En ik moet ook echt vasthouden, want zoals ik zei, dit is echt niet allemaal hetzelfde. Ja, sommige zijn gewoon recht en andere zijn echt schuin. Aan hoeveel zit je? Ik denk 20. Ik ben het al een beetje 20. Kwijt. 20, oh. Ja, oh, dat heb ik net op beeld. Dat is niet simpel. Oh, bij mij valt het altijd. 5, 6. Is 49. 49? Wacht, hè. 49, nog eentje. Wow, die staat echt scheef. 50. 50? Yay. Oh, damn. Goed gedaan. Voilà. Maar geen punt verdiend. Dit is wel echt zwakker. Oh, ja. Ze gaan terug in de paper peppermint doos en we gaan die gewoon opeten. We gaan daar niet meer mee stapelen. Mama. En de winnaar is Céline. Woe. Ja, dank u. Ik heb net zo'n pepermuntje opgegeten en ze zijn wel straf. Vond je ook eentje, mama? Graag. Alsjeblieft. Hopelijk vonden jullie dit een superleuke video. Vond jij het leuk? Was super. Amai, echt, je moet presentatrice worden. Absoluut. Anyways, ik vond het ook superleuk. Vond jij het leuk? Ja, natuurlijk. Céline is wel hard het filmen en proficiat voor Céline natuurlijk. Ja. Met één pepermunt, dit dus, heeft de challenge gewonnen. Aardsmoeilijke opdracht. Ja, ja. We zitten hier te zweten, madame. Ben klaar. Dat is toch. Bedankt om te kijken. Laat zeker weten in de reacties hoeveel snoepen er op onze snoepsaté zitten. Ja. Jullie bedankt om te kijken. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Bye. En wacht. Mama, voor hoeveel likes gaan we? 11.111 likes. Oké, 1 likes. 1. Zij had altijd 1. Zij had altijd 1. Voilà. Speciaal voor Céline.